Stichting RUMAS heeft in het jaar 2016 al haar 12 projecten kunnen realiseren. En dat zegt Emmy Hart. Ze geeft aan dat er niet altijd middelen waren om de projecten te voltooien, maar met de wil van God is het de stichting toch gelukt. Stichting RUMAS is een ontwikkelings-, trainings-, begeleidings- en opvangsorganisatie die zich voornamelijk bezighoudt met jongens met gedragsproblemen en jongens die met de politie in aanraking zijn gekomen. Maar in het laatste kwartaal van 2016 is er ook met vrouwen gewerkt. Hart vertelt over de verworvenheden van Stichting RUMAS in 2016. En we hebben het jaar zeer goed afgesloten, boven bidden, boven denken. We hebben 12 activiteiten en projecten gedaan voor 2016. Eigenlijk kan je zeggen gemiddeld 1 per maand, een grote activiteit. We hebben met jongens gewerkt uit de gevangenis. We hebben gewerkt met jongens, youth at risk die op school zitten voor staatsolie. We hebben gewerkt voor het PHDF. We hebben mannen getraind tijdens Vaderdag. We hebben vrouwen getraind. We hebben voor sportzaken een groot project gedaan, para. We hebben even kijken, voor de mensbedeelden hebben we 320 mensbedeelden een geweldig diner gegeven. We hebben voor alles gedaan. Dus we zijn zo tevreden dat we het jaar konden afsluiten met een etentje. Voor dit jaar heeft de directeur veel dromen die ze graag wil realiseren. Een van de dromen is dat de stichting ook hulpbehoevende vrouwen kan helpen. Want die groep lijkt de vergeten groep te worden, zegt Hart. Nee, bij RUMAS kunnen we niet meer stilzitten. RUMAS is God in actie en God stopt niet. God gaat gewoon door. Ik denk dat er een heleboel voor Suriname in voorbereiding is bij RUMAS. We merken dat we gezegend zijn. We zijn al begonnen om een brainstorming sessie met alle personeelsleden. We hebben 25 over 2017 wat we allemaal willen gaan doen. We willen onze nazorg opzetten, goed opzetten. Dat wanneer jongens uit het project zijn, dat we nog kunnen werken aan deze jongens. We hebben zeer waarschijnlijk een heel groot project met een grote ondernemer, een bouwproject. We hebben natuurlijk de mannen. We willen vrouwen gaan trainen. Dat heb ik in een droom gekregen. De vrouwen moeten getraind worden om de mannen te ondersteunen. Want we werken met mannen, maar we merken op dat een man op zich niet alleen kan staan. Hij heeft de steun van de vrouw nodig. Dus je moet aan die vrouwen gaan werken. Dus RUMAS wil heel veel aan vrouwen doen. We willen de sociale instellingen, ik zeg het misschien, is een primeurtje, we gaan versterken. Degenen die willen, gaan we versterken wat know-how betreft. We hebben genoeg deskundigheid in huis om de instellingen te helpen hun instellingen te versterken. We hebben al 2, zijn we nu aan het helpen inzet in januari. En we willen als mensen dat willen, willen we trainingen verzorgen voor sociale instellingen en voor degenen die willen. Tot zover Emmy Hart, directeur van Stichting RUMAS. Ze blikte terug op 2016 en gaf aan wat haar stichting verwacht in 2017.